Deze bijzondere Maserati zag je een paar weken geleden ook al. Hij is zo speciaal omdat er op de wereld maar twee van bekend zijn. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om hier hard mee te rijden. Nee, dan lekker flaneren over de kleine straatjes van Doesburg. Maar die straatjes worden op den duur wel heel klein. En dat bleek dus een beetje te klein. We zijn hier in Velp, een klein plaatsje in Brabant, bij Maurice Labro, specialist. Want normaal als een auto ga je natuurlijk niet naar de plaatselijke spuitentoer om het even te verwerken. Het is een aluminium auto, één van de twee, heel bijzonder. Dus ik kom bij de specialist terecht, bij Maurice. Ga even kijken of hij er is. Hey, ik zie de auto van mijn broer staan. Mijn broer Martin. Ja, we hebben nog zo gek in de familie, hoor. Hij heeft veel zoveel vrije tijd, die broer van me. Ik heb gehoord dat hij meer dan 100.000 kilometer per jaar mee rijdt. Is hij leuk of is hij niet leuk? Ik vind hem fantastisch. Maar daar kwamen we niet voor. Maurice! Oh. Hey Maurice. Nico. Hoe gaat het met je? Ja, goed jongen. Kijk eens even. Goeie god, man. Hey, lekker voor elkaar. Weet je wat het ergste is? Ik heb het zelf gedaan. Ja. Dus ik kan niemand op zijn flikker geven. Slechte nieuws is dat we hier zijn, dat Maurice dat ding moet repareren. Maar hier staat ook nog een hele leuke auto van ons, die is hier aan het restaureren. Die auto heb ik al een jaar of weet ik veel, lang. Is het klaar? Ja, 4-5. Ja, we zijn het finishing touch, dus we zijn nog een paar dingen in de neus. Laat maar eens even zien waar je het maken bent. Maurice restaureert handgebouwde klassieke auto's van de meest exclusieve soort. Auto's van tonnen en soms zelfs miljoenen gaan door de handen van Maurice. En hij geeft ze weer een nieuwe huid. Maar je hebt me eigenlijk nooit verteld, en ik heb het ook nooit gevraagd, moet ik eerlijk zeggen. Hoe kom je nou eigenlijk in dit vak? Ja, hoe is het eigenlijk gegaan? Ben ik toch wel benieuwd. Ik ben eigenlijk ik ben ooit opgeleid tot maatschappelijk werken. Wat? Jazeker. Dat kan niet, ik ben hartstikke adres. Dat kan nooit. Maar terwijl ik daar bezig was, niet tussentijd, ben ik ook aan het racen gegaan met motorfietsen. Toen begon ik eens voorzichtig benzinetankjes te kloppen en uitlaatjes te maken. En, dus je hebt het jezelf aangeleerd? Ja, zo is het eigenlijk. En toen, toen ben ik eigenlijk vlak daarna ben ik in een machinefabriekje terechtgekomen. Ja, maar dan kun je nog steeds niet kloppen. Nee, dat klopt. Maar toen ben ik op een gegeven moment moest ik mallen gaan maken voor surfplanken, voor Wheeler. Dat was een fabriek die destijds in Nederland stond. En toen ben ik bij een Engels bedrijf terechtgekomen die dingen dus klopte. Ja, en zo is eigenlijk die interesse ontstaan. En toen, dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk, of niet? En toen heb ik eigenlijk hier buiten in een houten schuurtje ben ik een beetje naar het klooien gegaan. Maar op een gegeven moment trof ik een klant of een man en die had begrepen dat ik aluminium kon lassen. En toen heb ik een Maserati 3500. Die heb ik van een aantal nieuwe stukken aluminium voorzien. En nou, ik was beren trots op die auto. En op een gegeven moment, ik woonde hier in die boerderij. Het was een oude kotje was het eigenlijk. En toen had ik het geluk dat tante Jo doodging. Nou, met alle respect, met tante Jo was 100. Oh. En tante Jo had haar hele leven bonen en spek gegeten. Dus daar word je heel oud van. En natuurlijk, en die ging slapen als het donker werd. Dus die had een paar pieken over. Nou, en van dat geld heb ik toen de schuur verbouwd. En toen ben ik eigenlijk met mijn eerste klusjes begonnen. En toen dacht ik van nou, ik waag de gok, weet je wel. Ja, en nu staat hij aan auto's van honderdduizenden, weliswaar af en toe miljoenen, ja, te schroeven. Maar goed, Nico, of ze nou een miljoen of... Het maakt niet uit, het werk moet gewoon goed zijn. Het blijft metaal. En, ja, maar dat is de essentie. Hè? De essentie is dat wat je doet, dat je het goed doet. Dat is het door het verhaal. Of je nou aan een Fiat 500 schroeft, of aan zo'n Ferrari 206, of aan een Ferrari 250 zie ik hier staan. En dit is een, hoe heet het ook weer? Een Bizzarini. Een Bizzarini, de 5300. Het maakt niet uit. Het werk moet gewoon perfect zijn. Als je het doet, moet je het goed. En dat gebeurt hier. Hier gebeurt fantastisch werk. Een klassieker in concours staat begint dus zo. Ook de Ferrari die Nico komt ophalen, maar die is niet helemaal perfect. Is terug naar Nico, want niet alleen moest de Maserati gerepareerd worden, hij moest ook een auto ophalen. Hoe gaat die? Ja, lekker. Het laatste ding bezig voor je bumpers. Ah, de bumper. Hier ligt er ook eentje. Laat eens kijken, die bumper. Dan hangen we er eens op. Ik loop even voor langs. Een lukje eroverheen en dan
Ja, je kunt natuurlijk met die oude bumpers aan het werk gaan. Maurice, vertel er eens wat van. Dat is natuurlijk niks, die oude bumpers, hè? Kijk, het probleem met die auto was een beetje dat die... Pas op, is mij al wat rustig aan, hè? Ja, ja, oké, okay, maar die bumpers die zijn sowieso heel erg dun. Ja, dit is je oude spul. Kijk, dit is natuurlijk oude meuk, zoals we dat noemen. Dus ja, het moet natuurlijk toch een topstuk worden. En de grill dan, hè? Even een nieuwe grill gemaakt. Kijk, dus dan hebben we van nieuwe plaat... Hebben we een nieuwe grill gebracht. Ja, die hoeft ook niet gepolijst of gepoetst te worden. Die kan er, als het goed is, kan hij er zo in. Ik maar gewoon even een nieuwe grill van nieuwe platen van nieuwe grill. Ja, ik begrijp dat je zegt van die man daarvoor elkaar. Ja, gewoon van elkaar. Ik bedoel, dat konden ze vroeger naar Italië ook. Daar stonden die mannen met die grote overhallen. Ja, maar toen hadden ze veel meer tijd. Dat waren ze ook niet zo duur, denk ik. Jongens, wat mooi. Kijk nou eens. Nee, dat... Daar hebben we wel de nodige aandacht aan besteed. Ja, maar daar ook van, hè? Kijk, die hoeft in principe eigenlijk weinig aan te gebeuren. Er komen drie hele kleine schroefjes in. En daar hoeft ook niet meer aan gepoetst of aan gepolijst te worden. En wat heb je nou allemaal vernieuwd? Het chassis was slecht. We hebben de carrosserie compleet van de auto afgehaald. Toen hebben we het chassis gerepareerd, nieuwe stukken buis erin gezet. Nou, toen hebben we het chassis gestraald en gespoten. En toen zijn we weer begonnen met die oude panelen op te knappen. De deurplaten zijn vervangen, onderstukken zijn vervangen, de dorpels zijn vernieuwd. Godverdomme. Ik dacht dat het een hele gave auto was. Ja, dat is het probleem. Dat denk je altijd, Nico. Maar, uit elkaar. Die kunnen we toch wel uitknippen, hè? Het probleem, deze auto's die zijn eigenlijk... Dat zijn natuurlijk de allereerste dino's die ze gemaakt hebben. En dus dat was een enorme hoeveelheid handwerk. Dus die dingen, ja, die verschillen allemaal een beetje. Hier loopt de las, deze hoek hebben we vernieuwd. Met die stijl. Hij praat erop vernieuwd, alsof hij een fietsbel vernieuwd. De voorplaat is helemaal vernieuwd. Maar alleen, ik heb op een gegeven moment besloten om deze dingen dus... over te zetten, want die zitten gezellig scheef. Die zitten scheef vanaf de fabriek? Die zitten gezellig scheef. Kijk, dus, is die vent dronken geweest weer gemaakt? Of is dat... Ja, ik denk dat het een soort malletje is wat nooit helemaal geklopt heeft. Maar ja, maar het moet natuurlijk wel weer zijn zoals het was. Kijk, weet je, wat ook wel leuk is in die auto. Kijk, een Ferrari Dino, die had het embleem horizontaal zitten. Ja. En de Ferraris die hadden het embleem verticaal zitten. Dus wat deed iedereen? Die wouden natuurlijk niet in een Dino rijden, maar die wilden een Ferrari. Dus die embleempjes die werden allemaal omgeklust. Dus er werd gehakt en geklooid en geplamuurd en gesmeerd. En dan moest dat ding, dat moest er natuurlijk verticaal in. Dat klopt, want dan zat hij ook verkeerd, hè? Die zat hier ook verkeerd, ja. Dus iemand heeft daar vroeger nog in geklooid? Ja, dus zo gauw is het de maar kans. Hier staat toch geen Ferrari, hier staat dus alleen Dino, normaal. Dat hoort dus een... Maar dan hebben die dingen bijna allemaal, hoor. Is dat zo? Ja, dat moest omgeklust worden. Dat moest een Ferrari worden. En, ik ben er wel blij mee. Maar goed, je wil... En dat alles met ouderwets handwerk, gevoel voor het materiaal en een scherp oog. Want geen enkele van deze handgebouwde klassiekers was ooit precies hetzelfde. Kijk, om het beste resultaat te krijgen bij de body-off restauratie, moet je het eigenlijk... Heel veel mensen zullen nu zeggen, wat zegt hij nou, dat gaan we voor rare dingen. Moet je het plaatwerk en het spuitwerk separaat laten doen. Ik doe dat tenminste. Want dan krijg je het allerbeste resultaat. Die plaatwerken moet namelijk topwerk kunnen leveren. Doet hij dat niet, dan kan de spuiter zijn werk ook niet goed doen. Dus je krijgt twee verschillende bedrijven die met elkaar moeten werken. En dat is leuk. Want die plaatwerk moet het 100% strak maken. Nee, die moet het 90% strak maken. En die spuiten moet het straks 100% strak maken. Maar dan weet ik zeker dat er geen plamuur zit waar het niet hoort. Dus krijg je het beste resultaat. Kijk, nu kan ik alles zien of het goed gedaan is. En ik kan bijvoorbeeld hier zien of die deur er niet in loopt. Kijk, dan moet ruimte zijn dat er ook nog lak op kan, dat die deur open gaat straks. Dat zijn de belangrijke punten. Maar ja, kijk, ik zit 40 jaar in dit vak, dus ik weet al wat ik het over heb, denk ik. En het is belangrijk dat het topwerk geleverd wordt. En dit is topwerk. Hier kan de spuiten wat er helemaal vrolijk van. Jacques, heb je het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. De spuiten wat hier vrolijk van. Kijk, alles klopt. Dus die auto, dat is straks. Nieuwe bumpertjes, die afstanden kloppen, kijk. Ja, hoe ver ga je? Ik ga daar ver in, maar ik vind, als je iets doet, moet je het goed doen. Nou, hier gebeurt het goed. We nemen hem in naar huis, Jacques. Wat vind je ervan? Het kost veel tijd en geduld, maar dit wordt dan ook een auto in concoursstaat. En de basis is nu perfect opgeleverd. Kunnen ze mooi aan de slag met de deuk in de Maserati en in Nico's ego.